juist mensen hebben over crisis, weet ik dat we hier juist niet stil gaan zitten. Of juist nieuwe dingen bedenken. Zonder internet hadden wij niet geleefd, dat weet ik zeker. En ook zo makkelijk mogelijk maken om boekbaar te maken. En dat resulteert uiteindelijk in meer aangesloten partners. En uiteindelijk natuurlijk in meer sales. Nou, mijn naam is Sven Snel. Ik ben ondernemer van Parkair. Vroeger begonnen als Skypark, als parkeeronderneming bij de luchthaven van Schiphol. Inmiddels met het nieuwe label Parkair verzorgen we parkeerfaciliteiten bij elke airport in Europa. Startte het in 2013 met de Benelux. In principe zijn we in 2010 begonnen met Skypark eigenlijk. Door eigenlijk heel simpelweg een pand te huren, een website te bouwen en eigenlijk te starten met parkeren bij de airport. Eigenlijk, ik heb altijd in de hotels weer gezeten. Dus veel in Amsterdam gezeten in de hotels. Op een gegeven moment in Aalsmeer in een hotel terechtgekomen. Daar was het wat te rustig. En toen hebben we op een gegeven moment dit bedacht. En later ben ik het zelf uit gaan rollen door het zelf te gaan doen. Dus zo eigenlijk het idee was altijd om geen parkeerplaats te starten, maar eigenlijk een hotel. Alleen verhuren wij geen hotelkamers, maar parkeerplaatsen. Nou, we hadden niet zo heel veel geld nodig, dat scheelt. Ik had gelukkig nog wel een spaarcentje wat we konden gebruiken. Dus we hadden niet zo heel veel nodig, alleen een bankgarantie. En dat ging uiteindelijk goed inderdaad. Na veel maren en moeilijkheden is het uiteindelijk wel gelukt. Parkair staat nog een beetje in de kinderschoenen. Skypark parkeren we zo'n 500 auto's. En daar werkt een mannetje of 15 tot 17 variabel, ongeveer 6 man vast in dienst. Ten eerste is de prijs altijd concurrerend aan de airport. Dat is altijd een mooie beginstap. Ten tweede zorgen wij altijd voor extra service, extra kwaliteit. Dus als, stel je voor je parkeert naar het Smartpark en je komt terug. En veel mensen die moeten vaak de auto nog zoeken. Die zijn ze vaak kwijt. Ze moeten door de regen lopen, de skibus in, wij noemen dat de skibus. En bij ons, wij brengen juist met de shuttlebus een stukje extra service. En bij ons check je ook eigenlijk in, net zoals in een hotel. We doen heel veel qua service, heel veel. En we doen heel veel qua reviews. Dus het is echt heel veel kijken van dat elke klant tevreden is, dat hij terugkomt. Als hij niet terugkomt, waarom komt hij niet terug? Feedbackformulier sturen naar elke klant die geweest is. Wat vond u ervan? Wat kunnen we verbeteren? Dus heel veel contactpunten met die klant zorgen. Maar uiteindelijk zorgen wij ervoor dat we in contact komen met die klant. Maar uiteindelijk is het de chauffeurs die uiteindelijk de klant over de drempels trekken om de volgende keer weer te komen parkeren. Dus dat contactpunt dat de chauffeur met de klant praat is heel essentieel voor het behouden van die klant. Op welke manier wil die klant behandeld worden? Is het een zakelijke klant? Is het voor leisure? Gaat hij een weekendje weg? Wil hij heel snel? Wil hij liever nog een kopje koffie drinken? Wil hij toch nog even zijn auto wassen? Of wil hij een beetje extra aandacht? Juist die klant behandelen op die manier zoals die klant het wil. En de klant goed inschat op welke manier die dat wil. En als we dat op de goede manier doen, of onze chauffeurs doen dat op de goede manier, dan is de reden waarom die klant terugkomt. In het begin de grootste uitdaging was overleven. Dat was het eerste. Het is natuurlijk ook een 24 uur bedrijf. Dus we zijn eigenlijk nog nooit gesloten sinds dat we open zijn gegaan. En de grootste uitdaging was inderdaad, in eerste instantie was zoveel mogelijk klanten trekken. We zijn ook met hele lage tarieven begonnen toen de tijd. Ja, en daarna was eigenlijk de uitdaging gewoon uitbouwen naar, voornamelijk naar een concept wat heel veel mensen aanspreekt. Wat zowel de zakelijke klant aanspreekt en de leisureklant. Dus zo dynamisch mogelijk zijn in de contactpunten met de klanten. Ja, dat was heel hard werken. Nou, alles zelf. Ik ben begonnen echt 24/7 alles zelf. Dus we hadden de eerste week heb ik echt de eerste 10 dagen echt alles zelf gedaan. Ik denk dat ik dat 10-12 dagen heb volgehouden. Dus het is natuurlijk 24 uur bedrijf. Dus als de klant om 2 uur 's nachts kwam, of hij kwam om 7 uur 's ochtends, of hij kwam om 10 uur 's ochtends, of maakt niet uit welk tijdstip. Ik stond er om die klant te helpen en om hem naar Schiphol te brengen of om in te checken. Dus ja, tussendoor slapen. Dus ik had mijn eigen stretcher en dan sliep ik tussen, als het kon, tussen 10 en 1 uur, bijvoorbeeld 's ochtends, 's middags of 's nachts, tussen 2 en 4 's nachts. En als de klant er weer was, stond ik klaar.
even naar Schiphol. En dan als ik tijd had, weer even een uurtje in de stretchje duiken. En zo overleefde je zeg maar je dag. Ja, het was wel pittig. Ja, het was echt... ja, voornamelijk. Het was, ik denk dat ik het 12 dagen of zo had ik het volgehouden. En toen, toen leek net een vaatdoek natuurlijk. Dus dat was niet heel best, nee. Nou, mijn vader wel veel. Die heeft, laat het beginnen, het altijd ondersteund. Het is natuurlijk een beetje een wild idee en een wild plan. Ik bedoel, ik was eenmanszaak, ging een pand huren. En ik geloof 3 jaar lang en een website bouwen. Dus qua risico hebben we wel aardig wat teweeg gebracht. Maar hij heeft altijd gemotiveerd en altijd ondersteund en altijd ook geholpen. Dus ook als ik het even niet trok, een keer een ritje oppakken helemaal in het begin. Maar het voornaamste is gewoon altijd gemotiveerd, ondersteund en altijd actief zijn bij wat je doet. En je af en toe ook remmen, want dat heb ik nog wel eens, dat ik dan te snel wil en dat ik het te veel wil. En hij kan er af en toe aangeven, nou is nu heel veel kalm aan. Dus ja, daar heeft hij zeker in geholpen. En mijn moeder die heeft ook geholpen door bijvoorbeeld het pand schoon te maken, maar ook te motiveren en gewoon betrokken te zijn. Dus, maar voornamelijk, dat denk ik ook dat het bij veel, ook bij starters is. Als ze een goede omgeving hebben waarbij mensen het motiveren en niet heel snel zeggen van moeilijk, zwaar en lastig. Dat helpt al echt al voor meer dan de helft om te gaan ondernemen. Nou, op een gegeven moment gingen we van in een zomer gingen we van 300-400 auto's gingen we naar 1500-1600 auto's. Dat hebben we een half jaar gedaan ongeveer. Met een hele goede omzet natuurlijk, ging hartstikke hard. Alleen te weinig controle. Dus qua structuur waren we gewoon niet goed genoeg gegroeid. Waardoor we te weinig controle hielden. En dan was het hartstikke leuk dat we zoveel auto's deden. Maar qua resultaat hadden we net zo goed 400 kunnen doen. Dus en heel veel werk, heel veel last, heel veel zorgen aan gehad. Maar uiteindelijk geen euro aan verdiend. En ja, daar hebben we wel spijt van. Daar kan ik nog steeds van balen als ik dat aan terugdenk. Alleen aan de andere kant, je leert ook weer. En als we nu over parkeren hebben, over de groei, dan weten we nu ook hoe... dit is ook iets wat heel snel kan groeien, wat we heel hard kunnen laten gaan. Alleen juist die structuur en juist het rustig groeien, dat is wel iets wat we geleerd hebben. En waar we onze kop al een keer tegen gestoten hebben. Dus dat mag niet nog een keer gebeuren. Het beste advies, ja, dat is voornamelijk dat gedoseerd groeien. En juist je enthousiasme onder controle houden. Want dat is denk ik ook wel mijn grootste valkuil. Is dat als ik met plan A bezig ben, eigenlijk soms alweer met stap 4 bezig ben, terwijl we eigenlijk nog maar bij stap 1 zijn. En ja, dat is mijn grootste valkuil. En ik denk voor heel veel jonge starters en enthousiaste starters. En juist het enthousiasme onder controle houden en juist een structuur geven in je plan. Dat is mijn, denk ik, mijn grootste advies of mijn beste advies geweest die ik heb gehad. Uit contacten heel veel. Heel veel luisteren, heel veel kijken, heel veel lezen. Ik lees niet alles wat in het nieuws komt bijvoorbeeld, maar alleen wat ik denk wat relevant is of wanneer ik denk dat het interessant zou voor ons zou kunnen zijn. Maar ik praat heel veel met contacten. Bijvoorbeeld zoals nu, wij doen natuurlijk heel veel nu met de reisbranche en airlines. En dan zoeken we gewoon een aantal contacten op die gewoon ruimschoots ervaring hebben hierin. En die ons hierin verder kunnen helpen. Die kennen alles, die kennen alle knepen uit het vak, die kennen de hele branche, die kennen iedereen in de branche. En voor ons is dat natuurlijk een heel grote meerwaarde, dat we dat allemaal zelf uit moeten gaan zoeken. We hebben op een gegeven moment hebben we gezegd, samen met onze IT-partner, met Forensic, van we gaan het software systeem helemaal omgooien. En bij hun is dat natuurlijk, heb dat een hele toevlucht genomen. En bij ons qua exploitatie op de airports en ook bij Skypark zelf, is dat gewoon veel makkelijker geworden. En daardoor werd het makkelijker boekbaar. We hebben heel veel gekeken naar hoe ze het product boekbaar kunnen we het beter boekbaar maken. Heel veel innovatie gedaan, bijvoorbeeld op de website. En op een gegeven moment hebben we ook een partnermodule in het leven geroepen. Dus echt een B2B-module voor aangesloten partijen. Dus die kunnen modules van ons afnemen en in principe kunnen we voor hun heel makkelijk het product boekbaar maken. Dus we hebben er echt heel goed naar gekeken van hoe kunnen we nou het parkeerproces of parkeerboeking echt bijvoorbeeld in de ticketboeking verwerken. Dus dat je het alleen maar hoeft aan te vinken, dynamische tarieven, dynamische beschikbaarheid, dat het allemaal klopt.
En dat werkt gewoon. Want we merken gewoon als je hier je ticket boekt en hier boek je je parkeerplaats, dat dat niet met elkaar correspondeert. Maar als je hier je ticket boekt en we kunnen hieronder onze module plaatsen in de huisstijl van de partner, met de juiste tarieven, met de juiste bevestigingen, ook nog eens een huisstijl. En we kunnen dat allemaal managen vanuit die module, wat we er nu voor elkaar gekregen hebben. Dan zie je gewoon heel toevlucht in de boekingen. Dus we hebben het aanbod veel groter gemaakt. Dus of een tour operator of airline of multinational of wie dan ook ergens wil parkeren op welk airport dan ook, dan kunnen we het aanbieden. Dus door het aanbod veel groter te maken en dan ook nog IT-technisch mogelijk te maken dat het heel makkelijk boekbaar wordt, ja, zien we echt qua contracten en qua interesse, zien we echt een hele grote toeloop. Ja, zeker weten. Ja, maar ook voor de reispartner of voor de airline. Dat als zij het in willen voegen in hun systeem, dat we heel makkelijk dit kunnen implementeren. En bij hun zo weinig mogelijk werk neerleggen op IT-gebied. Dus we hebben echt modules helemaal voorbereid dat ze het hoeft alleen maar in te zetten. En uiteindelijk nog 1 of 2 koppelingen te maken. En het werkt. Bij parkeerpartners dus, gaan we altijd eigenlijk direct to the point. Dus echt, er zitten verschillende airports ook tussen. Dus het is eigenlijk qua propositie kijken we heel goed van welke parkeerpartner, waar past welke propositie bij. Wat is voor hem interessant om parkeren te gaan doen. Dus bijvoorbeeld in Zaventem hebben we een grote hotelketen erbij zitten nu. Die eigenlijk heel veel parkeerplaatsen over hebben, heel dicht bij de airport zit, shuttlebus heb en parkeerplaatsen. Ja, het is natuurlijk super om te zeggen van joh, je hebt al die lege parkeerplaatsen hier, maar hier kan je gewoon geld mee verdienen. Dan kijken we gewoon naar de propositie, waarom zou iemand dat doen? En die instap niet te hoog maken natuurlijk om mee te doen. Bij andere partijen kijken we meer bijvoorbeeld bij airports van joh, als wij het boekbaar kunnen maken en we kunnen marketing zetten achter je parkeerproduct, dan kun je veel meer halen uit je parkeerproduct. Dus parkeren zit altijd in de top 5 segment van het grootste omzetmodel in elke airport, dat is altijd. Maar het is altijd een soort ondergeschoven kindje, mensen denken er niet aan. Dus het is niet echt iets waar mensen zich mee bezig willen houden. Terwijl het is super belangrijk. En als wij de marketing achter zetten en we pakken onze B2B contacten erbij, dan kunnen we dat een parkeeromzet, maar ook een parkeervermogen en ook nog een facility op parkeergebied, kunnen we gewoon veel meer upgraden en kunnen we veel beter maken. En heel dynamisch ingeven hoe hun het willen. Dus we staan voor alles open. We zijn super dynamisch, dus we kunnen heel snel schakelen met dingen. Acties, we spelen heel erg in op acties. En op contactpunten. We zijn altijd het eerste en het laatste contactpunt van de klant. Dus ook van de reiziger. Dus als een touroperator een reis aanbiedt, zijn de medewerkers van Parkeer altijd het eerste en laatste punt van die reis. En dat is marketingtechnisch, is dat natuurlijk voor hun een hele grote USP om dat te gaan doen. Want wij kunnen juist die klant nog een keer attenderen op bedankt voor uw reis of bedankt voor uw boeking bij bla bla bla. En graag tot de volgende keer. En daar spelen we natuurlijk heel erg op in om dat toe te voegen. Dat als je heel veel fouten maakt, dat je daar beter van wordt, dat ten eerste. Wat moet je leren? Ja, ten eerste die controle over je enthousiasme, dat is wel iets wat je echt in de tijd moet leren. Ik denk ook misschien wel een van de belangrijkste punten is. Wat moet je leren? Je moet managen, je moet met heel erg goed mensen in kunnen schatten. En we doen natuurlijk heel veel met verschillende partijen samen en ook een heleboel medewerkers met wie we werken. En iedereen heeft zijn eigen kop erop zitten en iedereen heeft zijn eigen ideeën bij dingen. Dus juist die mensen inschatten en kijken wat hun kan motiveren of wat hun ideeën bij sommige dingen is en juist het allemaal samenvoegen. Ja, dat hebben we wel echt moeten leren. Dat is wel echt. Maar dat gaat over de jaren. Als je veel mensen tegenkomt, dan gaat het op een gegeven moment wel. Nou, in ieder geval een stuk lef. Dat is altijd belangrijk. En niet altijd naar je omgeving luisteren. Als je een negatief verhaal hoort, altijd van je eigen sterke punten op afgaan. En hou die enthousiasme. Het is leuk als je iets hebt of iets nieuws bedenkt. En dan juist die stap durft te maken en dan zorgen dat je er zo een heleboel drempels vinden. Maar juist die enthousiasme houden om juist die drempel overheen te gaan. Dat is denk ik, als je dat voor kan houden, dan moet dat wel goed gaan, denk ik. Ja, heel belangrijk. Bij ons gaat 97% over het internet.
aan boekingen. Dus al onze campagnes draaien online. Eigenlijk alles wat wij doen, communiceren we online. We hebben ook een telefoonstraal ingericht, dat wel. Dus mensen kunnen ook telefonisch boeken. Maar eigenlijk alles wat wij doen, ook qua B2B-contacten, noem maar op. Of via LinkedIn bijvoorbeeld, of via social media. Alles via de website boekbaar maken. Alle campagnes wat we draaien, van SEO, SEA, tot aan retargeting, tot aan alles wat we doen, is allemaal online. Dus ja, zonder internet hadden wij niet geleefd, dat weet ik zeker. LinkedIn doen we heel veel. Zelf op polls en zo draaien we uit. YouTube, daar maken we gewoon inderdaad video's voor de branding en zo, wat we heel veel doen. En dus de voordelen van het parkeren, via parkeren aanbieden. Google Plus zijn we actief op. Ook opbouwend, dus is bij ons inderdaad ook gezegd van rustig aan beginnen. Starten in Nederlands, bij ons heb je natuurlijk ook heel veel, we kunnen ook nog een heleboel plannen gaan maken op internationaal niveau. Dus in andere talen, voor andere landen. Maar de strategie is eigenlijk om inderdaad rustig aan te beginnen met niet te veel posts en niet te veel polls. En eerst creëren van een heleboel contacten en nieuwe members. En dan daarna willen we juist meer heel veel gaan doen met opnieuw het moment ook de consument enthousiast maken over het parkeerproduct. Dus denk bijvoorbeeld aan gaming waar we graag wat in willen doen, bijvoorbeeld een parkeerspel of iets. Dus heel erg betrekken en enthousiast maken voor het parkeerverhaal. En ook voor de brand parkeer uiteindelijk steeds meer uit te brengen. Je ziet ook wel mensen die voor een expertise gaan of die echt en daar heel onderscheidend in zijn en er een andere draai aan geven, dat ze daar wel succesvol mee zijn inderdaad. Wat bedoel je dan? Nou, als je bijvoorbeeld, vroeger had je bijvoorbeeld de bakker die 30 broden verkocht. En nu zie je af en toe bijvoorbeeld bakkertjes die zich puur richten op één kwaliteit brood of op één bakmodel of iets, noem iets. En dat mensen er enthousiast over zijn, omdat ze dat leuk vinden of omdat ze dat een goed idee vinden. En online zie je dat ook wel. Dus mensen zeggen echt van, ik doe echt alleen dit. En ik doe niet ook nog dit. Dat ze dan wel dat goed in de markt zetten en dat ze daardoor wel succesvol zijn. Dus dan ga ik je bedanken voor het interview. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Die heb je gezien, zeg je? Ik heb hem wel eens gezien, inderdaad. Ik heb hem nog niet gelezen, dus voor mij is het wel weer goed. Ja, er staan heel veel tips en trucs in om jouw business met behulp van internet naar het volgende niveau te trekken. Ja. Dus wie weet wat je eruit kan halen en wat je toe kan passen op jouw business. Nou, hartstikke mooi, dankjewel.